Hallo, uh, vandaag laat ik je zien hoe je voorraadartikelen kunt maken of bijwerken met Blitzreport. De upload van voorraadartikelen wordt uitgelegd in het upload gedeelte op onze webpagina. Dus als je naar de upload van voorraadartikelen gaat, vind je de korte beschrijving van wat je ermee kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld voorraadartikelen maken van een artikeltemplate. Of je kunt artikelen maken van een bestaand artikel uh, in dezelfde organisatie. Of je kunt ook artikelen toewijzen aan extra organisaties vanuit de master. En je kunt de item upload ook gebruiken om artikelen toe te wijzen aan categorieën en zo verder. Dus laat me je laten zien hoe dat werkt. Dus in OpenAbility Platform. En dan kies je de item upload. En hier heb je standaard templates. We hebben enkele templates voorbereid voor de verschillende functionele gebieden, omdat voorraadartikelen heel veel attributen hebben. Dus als je een van deze templates opent, of als je het eruit haalt en naar de template kijkt, zie je dat er veel kolommen zijn, dus 310 verschillende kolommen die kunnen worden bijgewerkt. En om het de gebruikers gemakkelijker te maken, hebben we deze verschillende templates voorbereid, bijvoorbeeld inkoop en ontvangst. En uh, je kunt ook uh, je eigen templates maken, uh, heel vergelijkbaar met Blitzreport kun je je eigen templates maken en bepalen welke kolommen je wilt zien en in welke volgorde en zo verder. Dus elke gebruiker kan dat doen. Oké, okay, laten we eerst een nieuw artikel maken. Dus hier heb je voor deze uploads je meestal een upload modus. En dan kun je beslissen wat je wilt doen. Je kunt ofwel artikelen maken. Als je maken kiest, dan zou het een leeg Excel blad openen. Waarin je de gegevens kunt invoeren. En dan kun je ook kiezen om te maken of bij te werken. En dan kun je bestaande gegevens opvragen of uh, ook nieuwe records tegelijkertijd maken. En hier in deze upload van voorraadartikelen hebben we ook een modus alleen bijwerken. Die is om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk nieuwe artikelen maken. Dus laten we de modus maken kiezen. En de hoofdorganisatie is V1. Dus laten we open eerst het Excelblad. Zoals je ziet is het actief en dan opent het een Excel-bestand. Dit is macro ondersteund en we hebben de gele kolommen die verplicht zijn en de grijze kolommen die optioneel zijn. Dus laten we een nieuw item aanmaken: laten we zeggen: Testitem 9 en we willen het eerst in een master maken en we hebben een beschrijving nodig: testitem 9. Beschrijving, zoiets. En dan willen we ook graag het item in de organisatie M1 creëren. En dit moet worden toegewezen vanuit de master org, zoiets. Oké, okay. uh, laten we kijken of we alle vereiste velden hebben. Je kunt het opslaan en dan uploaden. Dus nu ben ik het bestand aan het uploaden. En zodra het is geüpload, begint het met verwerken. Dus hier zie je op de tweede knop de status van het concount-verzoek. Het toont actief. En in feite wordt het geüploade bestand nu verwerkt in de Open Interface-tabel. En dan draait het Open Interface-proces. En zodra dat is voltooid, begint het. Het opent weer een Excel-bestand dat het resultaat toont. Dus dit is het resultaat succesvol gecreëerd. Dus we zouden ons item nu vinden in de organisatie v1 en m1. Laten we eens kijken hoe dat eruit ziet. Sluit het formulier, open de master items. En zoek naar dat item. Dus hier is ons item en het is ook toegewezen aan de organisatie m1. Dus dat is de creatie van een nieuw item. Maar een van de voordelen van Blitzreport is dat je ook uh, gemakkelijk bestaande items kunt bijwerken. Dus laten we aannemen dat we niet willen creëren. We zouden graag willen items bijwerken of we kunnen de maak- of bijwerkmodus aanhouden. Het kan beide doen. En dan willen we, als we een groot aantal items willen bijwerken, beter een groter aantal parallelle werknemers kiezen, omdat we de update dan parallel kunnen uitvoeren. Stel dat we alle standaardkopers voor de organisatie V1 willen bijwerken, wat de hoofdorganisatie is. Dus we zouden graag alles willen bijwerken, alle items waar de koper de heer Richard Fox is naar iemand anders. Dus we kunnen eerst alle items opvragen. Dit zijn ze allemaal, dus het zijn uh, ongeveer 2000 records. En uh, waar is de koperskolom? Hier is de standaardkoper. Laten we aannemen dat we het naar iemand anders willen bijwerken, de heer Karel Blomberg. Dus we kunnen de items uh, bijwerken, dan het bestand opslaan. En we zouden het hele bestand uploaden naar de server. Zou dus. En nu is het iets groter en neemt de verwerking eerst de gegevens uit het Excel-bestand. En splits het in 10 parallelle batches die we hier hebben gedefinieerd. En dan zal het het open interface proces van Oracle 10 keer parallel uitvoeren. En dan aan het einde, zodra de laatste parallelle batchrun run is voltooid, toont het het outputbestand. Dus hier zie je dat de status aan het draaien is. Dus laten we kijken: nu opent het het outputbestand of het resultaatbestand. En Het toont succes. Dus als we nu naar een van deze items kijken, zouden we moeten zien dat de koper is bijgewerkt naar Karl Blomberg. Laat me naar de items kijken. En een van deze opvragen laten we zeggen. Deze hier. En ja, hier is onze bijgewerkte standaardkoper. Dus dat is het uploaden van inventarisitems in Blitz Report. Bedankt voor het kijken.